Brouwerstoer staat voor personenvervoersbedrijf. Daarnaast hebben we een heel groot taxibedrijf, een Brouwer Travel, een Brouwer Academy. Dus we hebben diverse soorten activiteiten in ons bedrijf. De directie van het bedrijf voor mijn vrouw en ik, laatst anderhalf jaar. Daarvoor heb ik het met mijn neef Paul jaren gedaan en daarvoor met mijn oudste broer. Ik doe dat ongeveer 35 jaar en het is een lust en een leven. We rijden in een business class, een mooie wagen met een mooi schuin gestikt leer. Het is eigenlijk een nieuwe uitvoering van Mercedes. Ja, we hebben diverse soorten klanten natuurlijk. Het is natuurlijk high level, kan hierin, maar ook een hele mooie goede voetbalclub kan hier ook in. Katwijk heeft een eigen wagen en te leden en Voorrot heeft zijn eigen wensen allemaal. En VSB heeft ook een vaste wagen met een vast chauffeur. Zo hebben ze elke keer een beleving. Als de chauffeur er is, dan voelen ze zich vertrouwd en dan gaat het allemaal weer vrolijk verder met voetbal. Wij sponsoren ongeveer 11 clubs hier in de Bollenstreek en buiten de Bollenstreek trouwens. Ja, het geeft ook wel weer business terug. Je bent lid van een businessclub, maar dat genereert ook weer bekendheid en terug met vervoeropdrachten. Het is win-win situatie. We steunen de voetbalclubs en daarnaast kunnen wij weer rijden voor de voetbalclubs. Dus een win-win situatie. We rijden ook heel wat incoming toerisme in Amsterdam. We hebben een vaste vervoering van Tour Company. We gaan in de Keukenhofperiode met 2 of 3 bussen per dag naar Keukenhof. Dus dan is er geen wiel thuis. Dat is gewoon alles aan het rijden. En op een rustige dag zit je op 1400, 1500 ritten per dag. Maar met de Keukenhofperiode zit je op 2000 ritten per dag. De toekomst, ja. Dynamisch. Het is meer groei met allerlei organisaties. Maar ook qua investering in nieuwe brandstoffen die we gaan krijgen. Ik denk dat we binnenkort ook een elektrische bus krijgen. Een elektrisch taxi hebben we al, Tesla. Hybride wagens. We zijn natuurlijk volop bezig om dat te volgen. De tijd gaat snel en je zou ook moeten investeren voor MVO, het maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Dus daar zijn we volop mee bezig.